weg opbreken. Het is een mooie, zonnige dag. Peppa en haar familie gaan naar de speeltuin. Is iedereen er klaar voor? Ja, ja papa Big. Daar gaan we dan. Wij gaan naar de speeltuin. Wij gaan naar de speeltuin. Peppa en George zijn dol op de speeltuin. Hey, waarom zijn we gestopt? Er staat een file. Maar wij moeten op tijd bij de speeltuin zijn. Maar rustig maar, George. We kunnen alweer gaan rijden. Stop! Meneer Stier houdt het verkeer tegen. Wat is het probleem, meneer Stier? Moe! We gaan de weg hier opbreken. Hé, er komt water uit de grond. Ja, en dat gaan wij nou juist repareren. Oh. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Ik zeg altijd, het duurt zo lang als het duurt. Graver, graver. George is dol op graafmachines. Deze kant op, meneer Neushoorn. De baas komt voor elkaar. Meneer Stier is de baas. Meneer Stier, waar komt al dat water vandaan? Dat komt uit een kapotte waterleiding. Die zit hier onder de grond. Hoe gaat u dat maken? Wij breken de weg op. Wauw! Wij sluiten het water af. George is ook dol op kraanwagens. We halen de oude pijp eruit. En stoppen de nieuwe erin. Bedankt dat wij uw werk mochten zien, meneer Stier. Moe, heel graag gedaan. Dag, goeie reis verder. Oh nee toch, George wil niet weg bij meneer Stier. Maar nu gaan we naar de speeltuin, George. Je kan met je graafmachine spelen in de zandbak. En we zien meneer Stier weer als we terug naar huis toe gaan. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij de speeltuin. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Olaf Olifant en Karel Konijn spelen in de zandbak. Brom, brom. Brom, brom. Kom mee naar de zandbak. Oké. Stop. Wat is het probleem? Wij breken de weg op en ik ben de baas. Oh. Brom, brom. Gaat het lang duren? Het duurt zo lang als het duurt. We moeten een gat graven. Brom, brom. Dat vullen we. Brum, brum. En dan is de weg gemaakt. Hoera! Peppa, George, het is tijd om naar huis te gaan. Oh nee toch, George wil nog niet naar huis. Maar George, op de weg naar huis zien we meneer Stier weer die de weg openbreekt. Dag allemaal. Dag Peppa. Peppa en George verheugen zich erop om meneer Stier weer te zien. Graver, kraan, brum. We zijn er. Oh, meneer Stier is er niet. Meneer Stier is zeker klaar en naar huis. Graver, kraan, brum. Moe, stop! Is de waterleiding weer kapot gegaan? Nee, Peppa. Dit keer zijn het de elektriciteitsdraden. Hoe repareren jullie elektriciteitsdraden? Wij breken de weg op! Hoera! Peppa en George vinden het leuk als meneer Stier de weg openbreekt. Iedereen vindt het leuk als meneer Stier de weg openbreekt. Sponsorloop. Het heeft flink gestormd en het schooldak lekt. Hoe kunnen wij geld inzamelen om het dak te maken? Met een sponsorloop. Wat is een sponsorloop? Dat is een dag waarop mensen geld geven om anderen te zien rennen. En hoe meer geld je geeft, hoe verder ze rennen. Goed idee, papa Big. Hoe ver kunt u rennen?
Wat? Nou, ik kan zo ver rennen als u wilt. Maar papa, je kunt toch helemaal niet rennen? Onzin. Ik ben heel erg goed in rennen. Goed. Wil er nog iemand anders rennen? Nee, dank u. Maar ik geef geld om papa Big te zien rennen. Ik ook. Ik ook. Excellent. Bedankt, papa Big. Peppa en haar familie eten spaghetti. Wat heerlijk. Zeg, is er nog meer spaghetti? Papa Big, je hebt al 3 keer opgeschept. Eten geeft mij energie. En dat heb ik nodig voor de sponsorloop. Het is ook nodig om te oefenen met rennen. Als ik nu vandaag oefen met eten en morgen ga oefenen met rennen. Nee, niet morgen. Je moet nu oefenen met rennen, papa. Oh. Kom op, papa. Wedstrijdje. Dit is makkelijk. De heuvel afrennen is makkelijker. De heuvel oprennen is moeilijk. Ik had niet zoveel spaghetti moeten eten. Vandaag is de dag van de sponsorloop. Mevrouw Gazelle heeft een bord waarop staat hoe ver papa Big moet rennen. Als papa Big hierheen kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hierheen... De garage van mijn opa. En dan helemaal hierheen... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er. Nu kunnen we gaan picknicken. Gekke papa... Dat is maar een tekening, hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte tochtige kasteel. Oh. Op uw plaats, klaar, af! Hoera! Kom op, papa Big. Ja, altijd wel. Kom op, Big. Ja, altijd wel. De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen. Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Wat lekker. Oh, een wesp. Fort, fort. Ga weg, vervelend beest. De wesp wil dat papa Big de ijslolly met hem deelt. Nee, dit is mijn ijsje. Papa is nu weer aan het rennen. Heel erg hard. Hoera! Oh, ga weg. Ga weg. U mag stoppen met rennen, papa Big. Wij hebben genoeg geld om het dak te maken. Oh. Papa Big is verlost van de wesp. Goed gedaan, papa Big. Met die extra rondjes hebben wij ook genoeg geld voor een nieuwe schoolbus. Dank je, papa Big. Nou, graag gedaan, hoor. Peppa is met haar familie op vakantie met de camper. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hé, hey, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big. Het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen naar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen.
zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Waar zijn de eendjes? Misschien zijn ze op vakantie. Laten we maar snel gaan picknicken. De eenden komen altijd als wij... Als wij gaan picknicken. Peppa en George zijn dol op picknicken. Kijk, daar zijn de eendjes. Stop, papa. Dat brood is voor de eendjes. Ho, ho, ho. Goed dan. Hallo, mevrouw Eend. Daar komen nog meer eendjes aan. Oh, en broertjes en zusjes zijn hier. En nog meer eendjes. Dat zijn hun opa en oma eendjes. En daar zijn al hun ooms en tantes. Ziezo, en dat was alweer ons laatste broodje. Eendjes, zeg eens dankjewel, papa Big. Hoho, ho, heel graag gedaan, hoor. Ik hou van Eendland. Het is tijd om naar huis te gaan. Wat zou de kortste weg naar huis zijn? Rij rechtdoor de rivier in. Oh, weet u het zeker? Ja, rij de rivier in. Maar wij kunnen niet in de rivier rijden. Nee, dat ding kraamt onzin uit. Druk op de blauwe knop. De camper rijdt de rivier in. Onze camper is opeens een boot geworden. Dit had ik niet helemaal verwacht. Welkom bij de auto van de toekomst. Kijk, daar zijn opa hond en Henkie hond. Ahoy daar, papa Big. Ahoy daar. Piep, piep. Varen in het water, de camper neemt ons mee. Rij omhoog de heuvel op. U heeft uw bestemming bereikt. Weer thuis. Dankjewel voor een heerlijke vakantie, mevrouw van de camper. Ha, ha. Graag gedaan. Het is fijn om op vakantie te gaan. Maar het is nog fijner om terug te zijn in ons eigen huis. Weltrusten, lieve biggetjes. Weltrusten. Karelkonijn komt spelen. Peppa en George spelen in hun kamer. Het mooiste huis van de wereld. George, Karelkonijn is hier. Georgie. Karel. Dinosaurus. Dinosaurus. Ah. Tot ziens, Karel. Ik kom je straks weer ophalen. George en Karel zijn beste vrienden. George, Kareltje, jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito.
En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in Dinosaurusland. En Dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier, maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja, maar je moet wel snel komen. Tot ziens, Susie. Ik kom je straks... Snel, Susie. Weer ophalen. George, Kareltje, zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben een belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka tjoeka! De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen. En wij willen liever ziekenhuisje en sprookjes spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Dus? Misschien kunnen jullie buiten gaan spelen. Maar zijn het spelletjes voor kleine jongetjes? En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modder poelen? Daar kan je bij je springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. De brandweerwagen. Mama Big is verkleed als brandweerman. Mama, waarom heb je die kleren aan? Ik ga vandaag naar de brandoefening voor mama's. Oeh. Ho, ho, dat is gewoon een excuus om thee te drinken en te kletsen. Oh, wat ga jij vandaag dan doen, papa Big? Ik heb een belangrijke afspraak met het voetbalteam voor papa's. Ha, dat zijn gewoon een stel volwassen jongens die tegen een voetbal trappen. We houden daarna ook een barbecue. Daar zijn meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Kom mee! Mama, mogen wij gaan kijken naar de brandweerwagen? Tuurlijk! Ja, joepie! Dit is de brandweerkazerne van mevrouw Konijn. Hallo, Peppa en George. Kijk, daar staat de brandweerwagen. Wauw! Brandweerwagen! Een ladder om te klimmen. Een slang om water mee te spuiten. En een grote bel die je kan luiden. Ding dong, ding dong. Nu klimmen we op de toren en gaan we kijken of er ergens brand is. Hallo allemaal! Hallo Peppa! Hallo George! Ah, zullen we een kopje thee drinken en even kletsen? Dat klinkt goed. Oh, een telefoon. Peppa,
Dat is de alarmtelefoon. Die mag alleen gebruikt worden als er brand is. Ah, brand! Brand! Met de brandweer? Waar is de brand? Waar is toch de brand? Kan ik mama Big even spreken? Oh, het is papa Big. Papa Big? Je mag niet naar deze telefoon bellen. Die is alleen bedoeld voor noodgevallen. Dit is ook een noodgeval. Ik kan nergens de fles tomatenketchup vinden. Papa Big, zal ik nu de barbecue aansteken? Ja, graag, meneer Konijn. Doe je wel voorzichtig met de barbecue, papa Big? Geloof me, mama Big. Wij papa's weten alles van barbecues. Dag. Misschien moet er meer houtskool bij. Je moet er even op blazen. Misschien moet je er nog wat aanmaakblokjes bij doen. Zo, nu moeten we wachten tot er brand is. Hoe lang moeten we dan wachten? Oh, dat kan best lang duren. Ik wacht zelf al eeuwen. Hoeveel branden heeft u al geblust, mevrouw Konijn? Niet één. Geen enkele brand. Maar je moet klaarstaan. De alarmtelefoon. Wil jij hem even opnemen, Peppa? Het is waarschijnlijk weer jouw vader. Oké. Hallo, met de brandweer. Hallo, Peppa. Oh, papa, jij bent het weer. Je bent heel erg stout. Deze telefoon is alleen voor brandalarm. Wil je me juffrouw Konijn even geven, alsjeblieft? Papa wil u even spreken. Hallo, papa Big. Deze telefoon mag alleen gebruikt worden als er ergens... Brand! Oh nee, de barbecue van papa Big staat in brand. Brand! Brand! Mama schiet er te hulp! Wee! Wee! Hou je goed vast. Wee! De brandweerwagen van mevrouw Konijn. Hoera! Pas op, achteruit, papa's. Mama hond, draai de kraan maar open. Ai, ai, mama Big. Het vuur is geblust. Hoera! Bedankt voor de redding, mevrouw Konijn. Geen probleem. Dat hoort allemaal bij de dienstverlening. De mama's brandweerdienstverlening. En nu mevrouw Konijn onze tuin zo mooi onder water heeft gezet, kunnen we allemaal lekker springen in de modderpoelen. Ja! Ik ben dol op brandweerwagens, want ze maken van die heerlijke modderpoelen. Prinses Peppa. Het is bedtijd voor Peppa en George. Slaap lekker, kleine biggetjes. Opa en oma Big komen eten. Hallo. Hallo. Waar zijn Peppa en George? Die slapen al. Oh, maar ik wilde ze zo graag zien. Mag ik even kijken? Oké, oma Big. Maar doe alsjeblieft zachtjes. Oma Big! Oma Big! Hallo, kleine lieverds. Jullie zouden moeten slapen. Vertel een verhaaltje. Oké, maar alleen als jullie beloven om meteen weer te gaan slapen. Wij gaan slapen, maar eerst het verhaaltje. Goed dan. Heel lang geleden was er... Een kleine jongen en die heette Pedro Pony. En hij vond een toverboon. Oh ja, Pedro plantte de boon... En die groeide uit tot een enorme bonenstaak die hoog de lucht in ging. Dat klopt. Pedro klom naar de top van die bonenstaak en vond daar... Een vreselijke grote reus. Maar dat wil ik niet. Ik wil een prinses. Oh, juist. Daar vond hij een prachtige prinses genaamd Peppa. En Heer George, de dappere ridder. En een kok. En die maakt het allerlekkerste eten van de wereld. Mama Big, papa Big en opa Big wachten tot ze kunnen eten. Ik ga eens kijken waar oma Big blijft. En hoe gaat het verhaaltje verder? Stoute oma Big, je hebt ze wakker gemaakt. We zouden gaan slapen als het verhaaltje uit was, opa. Ik kan goed verhaaltjes afmaken, oma Big. Ga maar naar beneden. Ik kom zo. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder,
En een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen. En toen werden ze weer wakker en kwam er een tovenaar. Een tovenaar? Ja, een tovenaar. En die gaf een hele grote goochelshow. Ah, maar... En toen kwam er ineens een hele enge draak. Oma Big, Mama Big en Papa Big wachten nog steeds met eten. Oh, dat verhaaltje werkte geloof ik niet helemaal. Ik ben heel goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb die kleintjes zo in slaap. Ah, een hele enge draak! Peppa, George, hup naar bed. Maar opa heeft het verhaaltje nog niet afgemaakt, papa. Ik maak het verhaaltje wel af. Ik kom zo naar beneden. Oké, er is een jongen, een bonenstaak, een kasteel, een beeldschone prinses, een dappere ridder, een kok, een tovenaar en een hele enge draak. En een superhongerige koning. Dus ze aten allemaal hun buikje rond en leefden nog lang en gelukkig. En nu slapen. En toen gaf ze een feestje. Oh. En al hun vrienden kwamen. Ja! Goed, ik geloof dat ik maar even ga. Papa Big. Ze slapen al bijna. Bedankt. Ik neem het nu wel over. Jij moet het verhaaltje afmaken, mama. Dat is goed, maar snel dan. Wat is er allemaal gebeurd? Er was eens lang geleden, in vroegere tijden, ver in de geschiedenis... Mama Big is nu wel heel erg lang boven. Ik hoor iemand snurken. Eindelijk! Peppa en George liggen te slapen. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Zo, einde. Peppa? George? Zachtjes, mama zit te slapen. Ik geloof dat prinses Peppa hier het beste verhaaltjes kan vertellen. Precies, dat klopt.